Yo mensen, welkom bij een nieuwe video van Tijn Games. Vandaag spelen we Clash Royale. Doe vast een duimpje omhoog en abonneer hier beneden als je nog niet bent geabonneerd. Er komen twee toernooien aan. De eerste komt eerder en de tweede komt later. Maar de eerste komt binnenkort al. Het wachtwoord is Pekaton. Hij schrijft hier alles voor me op. Ik weet niet waarom. Maar, zo. Het toernooi, de naam van het toernooi wordt gewoon Tijn Games met drie sets natuurlijk. Iedereen mag hem joinen. Zet in de reacties. Ik doe mee als je meedoet. Zo in de reacties en niet zo. Dan zien jullie niet. Maar vandaag spelen we keuzegevecht. Ik haalde bij dit de keuzeuitdaging 4 wins. Maar ik vond het zonde om opnieuw te spelen voor 10 gems. Want het opnemen ging niet goed. Ik speel nu gewoon een keuzegevecht. Als het goed is, moet hij drukken. Yahoo! Oké, ik vind het helemaal mooi. Eigenlijk zou er ook moeten staan bij welke arena het is. Bij dat. Bij als iemand zoiets een potje vraagt. Oh, dit is wel lastig. Knap lastig hoor. Oh, de tijd tikt ook door, hè. Oh, welke moet ik kiezen? Oh, stel. Oké. Ik weet niet of dit een goede keuze is. Vast niet. Stop maar. Ik moet het hier nu doen. Ik kan het ook wel gewoon hardop vertellen. Mijn broer zit dan wel naast me. Maar hij heeft het al gezien. Ik moest kiezen tussen de Bandit en de Bowler. Ja. Dat vond ik een moeilijke keuze. De Bowler is natuurlijk wel heel chill. Wauw, die is opeens weggespeeld. Oké, dan moeten we nu even wachten. Plaatsen weer eens de bowler. Ik ben toch wel blij dat ik de bowler heb gekozen. Alleen Bandit zou ook wel chill zijn natuurlijk. Beam. En de bowler is dood. Vraag me af hoe die mannetjes van die kroontoren die poppetjes overhalen om voor hen te gaan vechten. Ik vind het nog steeds best wel een logisch spel. Het zit best onlogisch in elkaar. Niet zoveel damage gedaan als ik hoopte. En hopelijk zit hier niks voor. Anders heb ik altijd nog mijn prinses. Maar dat mag mijn broer niet horen. Ja, oké. Okay. Ja, volgens mij was een bom. Ja. Dit is gewoon. We zijn gewoon verloren. Helaas, pindakaas. We zijn verloren. Chips. Maar we hebben officieel nog niet verloren. Maar je kan wel alles officieel gaan noemen, maar dan. Kijk, nu heb ik officieel nog steeds niet gewonnen. Ja. Dus ik kan alles wel officieel bekijken, maar. Oké. Okay. Ja, en we zijn geraakt door de blaaspijpkobold. Goed gespeeld. Ja. Ik verlies mijn trekken daarin heel vaak van mijn broer. Ja. Je mag best drukken hoor. Oh, hij is vast iets aan het typen. Come on. Prinses. Oh, chips. Deze. Point. Poetel. Ja, deze. Ik plaats nog even niks van mijn broer. Ik ga even weg, dus.
Hij is weer. Bam. Die is best wel slim van hem. Nee, het is gewoon slim van hem. Ik hoorde hem op zijn hoofd slaan. Ik weet niet wat er is hoor, maar... Ik had hem nog gemist op de prinses. Oh, dat. Ja, die ijswissel neem ik net mee. Kom op. Ah. Dat is best wel pijnlijk. Ijsgeest. Voor de rest kan ik... Denk ik... Nee, ik laat ze maar niet voor de zekerheid. Nee. Ik dacht dat ze allemaal in één hit dood gingen, maar dat was niet zo. En dan is, ja, dan is het echt gevaarlijk. Als hij nu Ice Golem doet, zou wel chill zijn. Nee, hij locht. Oké. Okay. Hier moeten we iets tegen gaan doen. Ik ben even stil hoor. Ja, nu gaat het wel weer goed door die aanval van mij. Dus een Ice Golem hielp niet heel erg als ik daar nou iets tegen had. Misschien moet ik mijn vuurbal even houden, zodat ik die niet gebruik tegen zijn. Zodat ik die kan gebruiken tegen zijn Ice Golem. Nou, ik heb geen elixir voor de Ice Golem. Ah. Oh, dit is nog heel spannend. Ja. We zijn ingemaakt. Ik gebruikte te veel elixir. Daar kan hij nu aanvallen. En zijn we weggespeeld. Ja, jammer. Gelukkig zijn het geen echte potjes. Ik ga inmiddels straks even laten zien hoe het met mijn accounts gaat. Kijk, dit is het ene account. Dit is eigenlijk het tweede account van mijn broer. Dus ook 2000. Deze gaat nog echt heel slecht. 1572, daar moeten we echt nog iets aan doen. Voor de rest... Ja, ik zou gewoon allemaal deze clan joinen. Het is een leuke clan als we samen, ik zeg altijd maar, als we samen joinen, komt het allemaal goed. Dus, we gaan gewoon weer even spelen. Keuzegevecht, Arena 10. Kun je mij verslaan? En nu wel gewoon doen. Kom op zeg. Snel al. Boogschutters. Hij is nog niet klaar. En hij heeft snel gekozen. Oké. Okay. Die Ice Wizard is gekilled en dan staan we nu voor. Dat is wel mooi. Oké. Okay. Bul. Laat even. Oh nee, hij is nog steeds. Ik dacht even, ik laat even niks doen. En weg is hij gespeeld. Helemaal weg en geen beetje damage gedaan. Lekker boos zijn. Dat mag. Ik dacht dat hij niks deed. Beetje onnodige kloon natuurlijk.
Weet ik. Misschien kan ik mijn Night Witch een keertje gaan klonen. Ik kijk nog wel. Dank je voor de informatie. Voor de? Informatie. Ja, ik heb de Night Witch, dat heb je al gezien. En ik heb de clone, dat heb je ook al gezien. Ja, natuurlijk was het niet heel slim. Hij heeft vast iets tegen, dus laat ik het toch maar niet doen. Wow, die bul, die heeft een grote neus. Zo, niet normaal. Echt niet normaal. Het is een hele... Heel ding. Gewoon zo. Speerkabobben. Hopelijk doet hij niks achter. Oh, ja. Brengt me niet heel erg tot last. Die Night Witch doet met zichzelf de reus maakte ze net af. En met de vleermuizen kan ze dan de lavend afmaken. Maar nu is het nu al voorbij. Ah, ik had die gif niet goed in de gaten gehouden. Volgens mij kwam het namelijk door een gif. Volgens mij gaan we dit wel winnen. Ja, ik denk het wel. Als we dit niet winnen, dan kunnen we niks winnen eigenlijk. Oké, okay, hopelijk kunnen we die andere touwen ook nog even wegdoen. Ja, en die tower is nu ook weg. Ja, mooi. En dan is het potje voorbij. Het ligt eraan hoe lang die potjes duren. Ik denk nog één of nog twee potjes. En dan eindigen we deze video. Irritant, hè? Dat... En nu ga jij weg, hè? Goed zo, braaf. Oké, dan nemen we deze. Denk ik. Weet niet of dat een goed plan was. Ik ben bang dat ik verkeerde... Ik heb ze serieus arrows gegeven. Wat een lul ben ik. Ik heb natuurlijk... Heb je het gehoord? Shit. Als hij nu vuurbal of rocket heeft... Ik neem het risico gewoon, jongens. Ik ben een te groot risico. Nee, hij kijkt lachend. Oh. Als dat het is. Oh. Dan moet je daardoor nou helemaal gaan grinniken. Wow, wat ben ik bang, joh. Niet te geloven gewoon. Hoe bang ik ben nu. Please, doe geen damage. Beam! En hij is weggespeeld. Dat is wel heel fijn. Ah, hij doet wel damage, dat is wel jammer. Want daarvoor had hij nog helemaal geen damage gedaan. Ook niet met zijn Bekka. Dat komt best weinig voor dat de Bekka helemaal geen damage doet. Kan dat het scherm nu net even heel even weg was. Dat komt dan door de batterij. Ik weet niet of jullie het hebben gezien. Of jullie daar iets van merken. Het zou kunnen dat mijn beeld even weg was. Ja, ik vind dit nu toch iets belangrijker. Ik weet echt niet. Was dit wel een goede keuze? Eigenlijk helemaal niet. Het begon zo goed dit potje, echt. Het vogelpotje deed ik het ook zo goed. En toen won ik wel hoor, maar je betwijfel ik toch. Wow, hier zit helemaal zo licht en nou ik hier nu tegen. Wow. Wauw. Oké, mortiertje. Ah, neemt hij mijn ijswisser mee en de mortier zelfs ook.
Waarschijnlijk was het ook bedoeld voor Mortier. Ik dacht eerst dat het voor de Ice Wizard was. Maar de Mortier is natuurlijk meer tot last. Hij gaat dit natuurlijk peilen. Oh nee, heeft hij? Oh wel. Oké, okay, dus wordt eventjes versloomd. Auw, en hij is weggespeeld. Ja, die is ook gepakt. Hij heeft mijn tower nog niet. Officieel nog niet. Maar het gaat wel nog gebeuren. Oké, okay, fijn die arrows daarop. Voor hem dan. Nou, dat was het voor deze video. Kijk ook al mijn andere video's. Doe dat duimpje omhoog. Abonneer hier beneden. En kan ik eigenlijk nog maar één ding te zeggen. En dat is tot de volgende keer.